Ja, het wordt best leuk. Ja. Had u dat van tevoren in je hoofd zitten, wel ik iets schilder? Getekend, ja. Kijk, hier oh, ja. Staat hij. Zo. Maar ik ben best tevreden, ja. Ja, maar ja. Mooi, hoor. Dat hij iets ruimt. Want hier, ja. Je moet... Ja. Maar ook toen ik wel... Maar je moet echt durven... Oh ja, maar ik heb een tweeluik. Het is een tweeluik, ja. Dat scheelt veel, hè? Want zo is het niks. Moet ik ze aan elkaar zetten? Is dat mooi? Ja. Maar hij is nog niet klaar, hè? De lezing is nog niet klaar. Nee, nee. Maar je bent ook bezig. Je zit dan met de tekening, hè? Ja, dat is... Nog één in... Ja. ...ingeschilderd te worden. Ja. Ja, zo. Ja. Tuinpad van mijn vader. Ja. Of Wim Zonneveld. Ze krijgen het niet op zo groot. Met een beetje naar achter. Ze krijgen het niet op. Nee? Ja, dan kijkt ze. Ja. Oh, moet ik kijken. Is je in de aanbieding of is je te koop? Ja. Ja hoor. Ja? Ja hoor. Ik zet hem een handje in de voorraad. Ja, Zo uit de pols. Zo uit de losse hand. Dus. Ja? Ja. Ja, ik kijk natuurlijk wel op een print hoe het ongeveer is, maar dan het is niet nagedaan. Nee. Het is geïnspireerd door Monet. En wat hulp van... Door Monet. Door Monet. Want aan de tuinen van Monet. Ja. Daarom gaan we ook naar Floralia 17 en 18 mei. Heel leuk. Helemaal op eigen... Mijn initiatief. Ja, ik heb hem net in klaar daar. Die staat daar te drogen. Dus. Welke de middelste? Zit het nog? Die middelste, ja. Dat doen ze klaar. Dit lijkt hier weer op. Dit wordt weer heel anders. Ja. Als je dat wil. Nee, ik ga het eerst even opzetten met houtskool. Oude houtskool. En dan ga ik het schilderen. Maar ik moet eventjes de vormen hebben, hè. Ja. Ja, maar die hadden we niet getekend. Hè? Nee, dat doen we toch gewoon in één keer. Wij zijn iets raars aan het doen, hè? De volgende patiënt. De volgende patiënt. Ja, ik heb gisteren al gezien met tennis. Dus toen was ik er ook al. Dus, tennis ook al. Tennis ook al, ja, ja. Wij zijn een beetje aan het vreugelen. Wat wil je doen? Wij willen wat... Een beetje maar dikker dan. Dus wij plakken eerst van allemaal heel dun papier. Dan wordt het geschilderd daarna, hè? En nu samen? Dat doen wij samen. We krijgen geen ruzie, dus... Nee. Nou, nog niet de mensen, maar dat zal ook niet lukken, hoor. Je bent nog niet klaar, joh. Ik ben dan aan het schilderen en dan kom ik terug en dan denk ik van, hoe kan dat wel zo? Maar goed, tot nog toe is het altijd goed gegaan met ons. Ja, wat 40 jaar. Dit wordt groen. Ja, zie je. Dat wordt groen. Nee, van 1969. Ja, maar toen kennen we elkaar nog niet gelijk. Wie is van 1969? Ja, zeker weten. Kijk, de leraar is erbij, hè? Kijk op afstand. En inderdaad, hij heeft gelijk. Moet iets hoger. Wat zei hij? Deze boom moet wat hoger. Zie je? Hoog. Ja, die moet hoog. In vergelijking met dit. Met de verhouding. Verhouding boom. En dit. Ja, ja. En de bloemen. Oh, ja, ja. Ja, ja, iedere maandag en iedere donderdag. Met zo'n groot groep aan het schilderen zijn. En dat er nog mensen op de wachtlijst staan. Want ik heb gewoon... En we hebben ieder jaar een thema. Dit keer was het geïnspireerd door Monet.
Vorig jaar was Gustav Klimt. En het jaar daarvoor de kleuren van Van Gogh. En daar hebben we mee in het Philipsstadion gestaan. Zo. Met de groep. Heel mooi. Ja. Die verhouding, dat is net als hier, die verhouding hebben we ook dus zo gedaan, dat je precies erop krijgt wat je erop wil hebben, dat het ook op verhouding zit. Zou je dan moeten, maar ik kan dat nou niet meer veranderen. Ja, moet ik alles veranderen. Of je moet zeggen, ik doe het zo. Of de rots wel langer. Ja, een beetje geel, een beetje wit. En dan daar. En een beetje. En dan daar eventjes. Je moet niet nat maken. Je moet durven, hè. Ja. Zo. Maar ik moet nu tot hier gaan, hè, Jacques? Ja. En in dan mag hij iets verder. Ja, iets verder. Ja. Maar hoe vind jij het erin? Dit is best leuk. Oh, nee, dit is ook best leuk. Ja. Dat zal ik even laten zien. Maar moet gewoon meer kleur op je palet. Dit is hier. Duur.